De rechter heeft bepaald dat de avondklok per direct moet worden afgeschaft. De avondklok is ingespeld op basis van een noodwet waarin staat dat het kabinet in noodgevallen regels kan invoeren zonder overleg met Tweede en Eerste Kamer. Maar volgens de rechtbank was de avondklok geen noodsituatie, zoals bijvoorbeeld het geval is bij een dijkdoorbraak. De zaak was aangespannen door viruswaanzin. De uitspraak moet voor de viruswaanzinnigen ook verwarrend zijn geweest. Hun belangrijkste strijdkreet de afgelopen maanden was dat we in een dictatuur leven. En een kenmerk van een dictatuur is juist dat ze tegen de overheid rebellerende inwoners geen gelijk geven. Tenzij je net als Lange Frans in complotten gelooft, alleen dan kun je die strijdkreet nog overeind houden. En nu? Mogen we er nu van uitgaan dat het aantal besmettingen enorm gaat stijgen? Want de dalingen werden ten dele ook verklaard door de avondklok. Of geldt dat allemaal niet meer? Was het gewoon een maatregel om maar een maatregel te nemen? De waarheid is dat we nu bijna officieel zitten met een regering die maar wat doet. Ze willen het virus wel bestrijden, maar ze doen maar wat. Ik neem het ze kwalijk dat ze zo indirect bewezen idioten als Wiebren van Haga, Willem Engel en Thierry Baudet weer in het zadel helpen. Het resultaat is dat die weer beginnen te schreeuwen dat het draagvlak onder alle afgekondigde maatregelen, die misschien wel werken, verdwijnt. We gaan rommelend ten onder. Mijn gedachten gaan ook uit naar de BOA's, de laagste ambtenaren in rang. Al die mensen zonder opleiding die zo graag een stroomstootste wapen willen en die nu eindelijk een keer een regel hadden waar ze wel mee uit de voeten konden. Ze hoefden alleen maar op hun horloge te kijken. Na 9 uur, boete, duidelijk. Ik geloof 7000 vorige week. Al dat harde werk, helemaal voor niets. Het goede nieuws is dat het aanzien dat ze gisteren nog hadden is weggesmolten met de sneeuw. Weg met de BOA's, weg met de viruswaanzinnigen, weg met alle ophitsers, weg met virologen die regels willen afdwingen en weg met deze regering die zelf niet lijkt te weten wat ze doen. We zitten met z'n allen in een diepe kuil. Ik word met de week banger voor de verkiezingen. Ik snak naar het einde van dit sprookje, maar in plaats daarvan komen er steeds meer monsters bij. Sneeuwwitje en Roodkapje hebben alle vergiftigde appels opgegeten en zijn daarna verslonden door de boze wolf en die is in een bodemloze put gegooid. En nu zitten we met z'n allen te wachten op de schele boswachter die ons moet redden. Verder wil ik heel erg geloven dat alles nog goed komt. Mis niks van het laatste nieuws met de NPO Radio 1-app. Download hem nu.